Vorige keer hadden we voor Jackie Groene hadden we chocolaatjes meegenomen. Oh, daar heb ik niks van teruggezien. Je hebt er nog niks van teruggezien? Nee, zij deelt dat blijkbaar niet in haar team. Maar dat kan ik haar nog wel even... Voor mij was dat een belofte, toch? Ja, daar kan ik haar wel even op aanspreken. Goed om te weten in ieder geval. Het zijn cadeautjes met een boodschap. Nou, dit is de eerste. Oké, bedankt. Mag ik dat nu openmaken? Ja, graag zelfs. Ik hou echt heel erg van cadeautjes, dus dat hebben jullie wel goed... Wat denk je dat het is? Oh, sokken misschien. Hoezo denk je dat? Ja, omdat ze langwerpig zijn en omdat, ja, omdat mijne niet altijd zo mooi wit zijn als wat ik nu aan heb. Ja, dit is wel heel mooi. Ja, deze gaan zeker gedragen worden. Ja, wanneer ga je ze dragen? Ja, ik heb nu wel zeg maar een soort van ritueel welke bij mijn wedstrijd passen. Dus ze gaan in ieder geval niet onder de wedstrijd sokken, maar morgen kunnen ze aan. Morgen kunnen ze aan. En dan het tweede cadeautje. Want dan kunnen we zeggen, die waren voor ja, misschien wel de mooiste redding van het toernooi dit, tegen Noorwegen. Ja, jullie hebben het ook echt goed nog ingepakt. Maar dat vind ik echt leuk. Ik hou echt van cadeautjes. Jullie mogen hier elke week wel mee aankomen. Oh, kijk. Oh, die zijn ook wel heel mooi. Oh, ik hou echt van sokken, ja. Ja, dit zijn wel mijn type sokken. Je teamgenoten hebben ons goed geïnformeerd. Ja, nou, dat hebben ze heel goed gedaan. Deze is voor de nul houden tegen Denemarken. En dan voel je hem aankomen. Je krijgt alvast deze. Oh nee, dat kan ik daar niet aannemen, sorry. Zullen we deze aan je overhandigen? En dat als je weer de nul weet te houden, dat je hem dan uitpakt? Ja, dit is wel een gevoelige. Nee, laten we afspreken dat als ik de nul heb gehouden tegen België, dan kom ik weer bij jullie terug en dan neem ik het cadeautje aan. Doen we dat.